Hallo, welkom in een nieuwe video. Omdat ik voel dat het echt nodig is dat ik mijn inzichten, mijn energie met jullie deel. Om, laten we zeggen, elkaar wat doorheen de komende weken te ondersteunen. Zodanig dat we niet allemaal verdrinken in wat er allemaal op ons afkomt. In de video van gisteren had ik al verteld dat Venus in teken schorpioen staat. Nu, Venus is de planeet van liefde, plezier, zelfzorg en relaties. En eigenlijk is dat helemaal de normale planeet of de moederplaneet van Venus is vissen. En nu gaat hij helemaal in schorpioen gaan staan. Eigenlijk zijn tegenstelde teken. Ik zou bijna zeggen, het slechtste teken waar hij kan gaan instaan, omdat de Venus eigenlijk zo uitput. Uitput in die zin dat het de verbinding maakt met het schorpioenteken, wat dat staat voor passie en intensiteit, dus emotionele diepgang. Maar dat maakt natuurlijk dat het op een heel destructieve manier ook naar buiten kan komen, naar boven kan komen. Omdat bij het schorpioen het net gaat omwille van die emotionele diepgang, is december, dus deze periode, nu echt de periode waarin dat je gaat geforceerd worden, verplicht worden, om diep te gaan duiken in een relatie. De relatie jezelf, waarin dat je trauma's gaat herbeleven. Dingen die terug naar boven gaan komen. Schaduwen die zo hard gaan getriggerd worden, zodanig dat ze zichtbaar worden en kunnen geheeld worden. Dus eigenlijk alles die nog in jouw energieveld zit, die verbonden is met liefde en relaties, dus met Venus, die gaan naar boven komen. En daarom is het ook net belangrijk dat we die gevoelens echt volledig naar boven laten komen. En dat we die echt gaan zien als een kans op groei en genezing. Ongeacht hoe pijnlijk dat het ook is. Ongeacht hoe graag dat we het gewoon aan de kant zouden duwen. En het gewoon gaan negeren, ons gaan afleiden met Netflix, alcohol, betekenisloze seks of wat dan ook. Het wordt niet meer aanvaard, laat ons zeggen, vanuit het collectief waar we nu staan. In de collectieve bewustwording om al die dingen gewoon maar te gaan negeren. En ook al zouden we die dingen gaan proberen om ons te gaan afleiden, om maar niet te moeten voelen. Dan nog gaat die roep en die pijn maar groter en groter worden. En gaat het vergrootglas dat er opgezet wordt alleen maar groter en groter geworden. En daarom wou ik vandaag ook die boodschap met jullie delen. Omdat ik afgelopen dagen en vooral ook naar aanleiding van een droom dat ik deze nacht gehad heb, weer een aantal inzichten heb mogen ontvangen. Niet alleen voor mijn eigen healing of mijn eigen connectie of voorouderlijke stukken die daar ook mee te maken hebben. Maar eigenlijk ruimer nog, en daarom deel ik het, met het die van invloed zijn op het collectief in het algemeen. Ik zou eigenlijk zeggen het mannelijke, de mannelijke energie. Maar het heeft ook een invloed op de vrouwelijke energie. En ik ga hem proberen uit te leggen waarom. Omdat en iedereen weet dat wanneer je denkt over mannen, dat er een periode geweest is waarin dat mannen niet toegestaan werd om emoties te uiten. Die emoties waren er wel. En die emoties gaan ze wel gevoeld hebben. Maar omdat ze tegelijkertijd ook op die manier opgevoed en geconditioneerd waren en zijn, sommigen nog, dat ze de dierbaren, de anderen, was het wanneer het gaat in het leger, de maten, de collega's, of in een gezinscontext, de partner en de kinderen of de ouders of wat dan ook, om die te gaan beschermen en dus om die de provider te zijn, om de beschermer, de ridder of wat dan ook dat je moet noemen, maar ik denk dat je wel snapt wat ik wil zeggen, dan zit daar een heel stuk in dat ze eigenlijk daarom moeten gaan dealen met hun eigen emoties. Ongeacht het feit dat ze die emoties voelen, er was nergens ruimte of nergens een plaats waarin dat ze op een veilige manier gewoon helemaal door zichzelf hun muren konden laten zakken, hun verdedigingsmechanismes konden laten zakken, weten dat waar dat ze in een veilige plek zaten, nog eigenlijk volledig ook veilig waren en niet gingen
afgemaakt worden, omdat ze zich op een kwetsbare manier openstelden. Dus dat stuk vanuit het beschermende, vanuit wat dat inherent aan die mannelijke energie zit, zorgt ervoor dat heel veel mannen nu op dit moment, en waarom zeg ik mannen? Omdat de meeste mannen, procentueel gezien, nog veel meer vanuit die vervormde mannelijke energie gaan opereren, terwijl bij vrouwelijke energieën dat ietske, of bij vrouwen liever ietske minder gaat zijn. Maar ook hier, let op, alles wat ik zeg heeft te maken met energieën. Dus ook in jezelf, en in eerste instantie in jezelf. Dus ook daarin kijk van in hoeverre dat je vaak de neiging hebt om te zeggen van ik voel me slecht en je wil weglopen en je wil een afsluiten en het wil een alleen gaan uitzoeken. Want dat is hetgeen wat heel veel mensen doen vanuit die vervormde mannelijke energie. Hebben ze het idee, het onbewuste idee, dat ze alleen moeten gaan dealen met hun emoties. Waarom? Omdat ze die last dat ze voelen en ervaren niet kunnen dragen of geven aan iemand anders. Dat wordt meegegeven met de paplepel als het ware dat we getoond worden dat emoties aan het dansen, dat we moeten niet boos worden, dat we niet mogen verdrietig zijn of dat het allemaal niks is. Veeg je tranen weg, het is twee keer niks. Wat dan ook, dat er ook maar vanuit goede bedoeling gezegd werd. Maar dat is omdat onze ouders en voorouders geleerd hebben dat wanneer je kwetsbaar wordt en wanneer dat je zodanig overmand wordt door emoties, dat je eigenlijk ook kwetsbaar bent op een fysieke manier. Denk maar aan dieren in het wild. Wanneer dat dieren in het wild gekwetst zijn, dan zijn ze, is de kans gewoon groter dat ze gepakt worden door roofdieren. En dat is datzelfde principe, datzelfde beeld is eigenlijk ook wat er gaande is in het collectief wanneer het gaat over emoties. Emoties zijn overweldigend. Emoties, daar kan je niet mee dealen. Emoties moet je gewoon zo rap als mogelijk kwijtgeraken en wegduwen. Maar dat is net het probleem. Wanneer dat emoties niet kan wegduwen of niet pletten, als het ware, gelijk dat je een spin zou pletten, want daar ging mijn droom over. En ook al verstop je ze, die gaat ergens in jouw huis blijven rondkruipen. Die gaat blijven onrust en disbalans geven. Zeker als dat een dier is bijvoorbeeld, waar je heel veel angst voor voelt. Dus het is veel beter om ze aan te kijken. Om ze te pakken, letterlijk bij wie ze spreken. Ze op te schrijven. En van daaruit ze dan ook te kunnen loslaten. En dat is wat die hele diepe healing en de mannelijke energie op dit moment over gaat. Zodanig dat ze zouden leren om op een goede manier te leren omgaan met emoties. In plaats van wat je altijd geleerd hebt, zowel of je nu man of vrouw bent, maar er is geleerd geweest van, oké, heb je emoties, heb je een probleem, loop je ergens tegenaan, je moet het alleen oplossen. Val mij er niet mee lastig. Of, weet je wat, als je het voelt, zelfs nog beter, deal with it, laat het gewoon wat dat is. Leer er meer leven. Maar dat lukt niet meer, dat wordt niet meer aanvaard. En dus, dat is ook in mijn droom, dat was, het ging over een salamander, die symbool staat voor die emoties. En dus het is maar pas wanneer ik de salamander kon nemen, dat eigenlijk mijn vader in de droom de salamander overnam en het buiten gooide. Dus mijn vader was op dat moment die symboliek van die mannelijke energie. Terwijl ik was op dat moment de vrouw, het innerlijke kind, bang voor die salamander, bang voor wat die salamander mij zou kunnen aandoen. Dus met andere woorden, die emoties mij zou kunnen aandoen. En het is maar pas het moment dat ik alle moed bijeenrapte en die emoties, dus de salamander, genomen hebt en overgegeven aan mijn mannelijke energie. In dit geval mijn vader, want mijn vader was de eerste persoon waarin dat ik externe mannelijke energie kon ervaren. Dat het weg was, dat het los was, dat het getransformeerd en diep geheeld was. Dus daarom ook is het belangrijk dat we, ook wanneer we gaan onze emoties en de angsten die altijd in onze mind zit, angsten zijn geen gevoelens, oké, okay, je ervaart het wel als een emotie, maar het is geen, laat ons zeggen, geen zuiver emotie. Het is eerder een triggerpunt waarop dat je kan gaan, waarin dat je moet beseffen dat je eigenlijk op die moment verkeerd aan het denken bent. En daarover heb ik ook die video maandag gemaakt. Dus als je dat nog niet gezien hebt, beluister de video van maandag. Maar dus, wat doet... Dat is eigenlijk het kopiemechanisme die eigenlijk nu, collectief gezien, diep door een transformatie gaat hebben, dat we allemaal ondergeven gaan zijn. Want ik merk het zelfs bij tienerkinderen.
hoor ik het via mijn kinderen, wat dat er ook daar heel veel drama op dit moment aan het uitspelen is, die sowieso ook weer verbonden is met wat ik nu aan het vertellen ben. En dus onder invloed van die Venus in Schorpioen. Maar dus het copingmechanisme dat hier eigenlijk geheeld wordt en getackeld wordt, is dat mannen en vrouwen geleerd hebben om alleen te gaan dealen met hun diepste emoties en hun diepste schaduw. Zeker degenen die door de maatschappij als natte dan en heel toxisch worden afgespeeld. Waarom doen ze dat? Omdat ze geleerd hebben van, ik moet dat doen om de anderen te beschermen. Ik moet dat doen om de maatschappij, om de kudde te beschermen, om mijn gezin te beschermen, om mijn geliefde te beschermen, of wat dan ook. En dat komt enkel maar voort omdat ze het gevoel hebben en het idee hebben, dus een mind, dat hun angst en alles die emoties die daarmee aangekoppeld zijn, nog veel meer schade gaan berokkenen. Dus wat doen ze? Ze trekken zich gewoon terug. En dat zien we dan nu zien bij de meesten die verbonden zijn met die mannelijke energieën. In plaats van open en eerlijk te blijven en die moeilijke gesprekken aan te gaan en gewoon je volledige hart en ziel open te leggen, wetende dat de andere krachtig genoeg is om jou doorheen die diepste emoties te leiden. Het is zo, wanneer, zeker wanneer het gaat over een tweelingvlam, of kinderen, of mensen die dicht bij jou staan op hartsniveau, is het gewoon inderdaad iets moeilijker en lastiger om samen doorheen die emoties te gaan. Waarom? Omdat je het zelf gewoon ook heel hard diep zelf in jouw eigen lichaam voelt. Maar net dat is ook weer de kracht, wanneer dat je die emoties kan delen. En ik heb dat heel vaak gemerkt bij mezelf, en dat is iets dat ik ook voor mezelf weet, daarom schrijf ik ook heel vaak. Dat wanneer ik emoties kan uitdrukken of het kan verwoorden naar anderen, dat zelfs gewoon door het te vertellen hoe ik mij voel, er onmiddellijk al inzicht te komen. En dus er onmiddellijk al een transformatie gebeurt en dus een verlichting gebeurt. Dus het omgekeerde is eigenlijk waar. Waar dat heel veel mensen denken van ik moet dat voor mezelf houden en ik mag dat niet delen, is net door het te delen dat heel veel dingen gaan getransformeerd worden. En dat heel veel in alle tijd en alle ruimte, dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor voorouderlijke patronen en zielen die ermee verbonden zijn, maar ook voor je kinderen, als dat van toepassing is natuurlijk, dat heel veel dingen gaan getransformeerd worden, want we tonen dat het op een andere manier kan gaan gebeuren. Dus als het een hulp is, als je zelf ook voelt dat in voor jouw connectie, of voor jezelf, eerst en vooral, dan kan je en mag je mij altijd contacteren voor een healing. Dan kijken wat dat precies is dat er in jouw connectie nu op dit moment speelt. Rond welke wonde dat er is. Want natuurlijk, in mijn situatie zit er ook nog twee andere dingen aangekoppeld die persoonlijk zijn. En die we ook gewoon mee verder healen. Maar dit stuk is iets heel collectiefs en daarom mag ik het ook met jullie delen. Maar dus het is belangrijk dat je begrijpt dat je krachtig genoeg bent om met alle emoties om te gaan. Zowel die van jou, als die van je partner, als die van je kinderen of van iedereen die diep met jou verbonden is. Dat is een eerste inzicht, wat je echt heel diep van binnen in je hart en ik hoop dat je het heel je leven mag gaan voelen. En ten tweede, dan kan je eigenlijk ook heel eenvoudig zeggen, zeker als je het nu ook herkent, het copingmechanisme voor jezelf of in je connectie of waar dan ook, dan kan je ook heel eenvoudig zeggen, ik transformeer dit patroon voor mij, voor, en dan vul je in wie je nog allemaal mee wilt nemen, en voor al de voorouderlijke lijnen in alle tijd en ruimte. Ik open en transformeer ieders hart en laat voor iedereen en van iedereen alle pijn los. Dit of iets beters is nu voor mij in orde gebracht. Dank u, dank u, dank u. En dat is het. Je kunt extra dan nog werken met vlammen, als dat jou beter laat voelen. Je kan er vlammen doorheen sturen. Ik werk ook met de bol van Archipeld. Dat is een extra manifestatietool, transformatietool, healingtool, wat je het ook wel noemen. Waarin dat alle universele vlammen gebundeld zitten. Dat is iets wat ik ook leer in het spiritueel ondernemerstraject. En ik spreek er ook over in het programma met de universele vlammen, dus als je daar interesse in hebt. Ik leg dat niet uit hier via een video, omdat die tool te krachtig is en omdat nog niet iedereen er klaar voor is om ermee te werken. Maar dus in de trajecten, de programma's, daar leg ik het wel uit. En kan je zelf ook eigenlijk voor jezelf een bol van Archipeld maken. Ook nu heb ik mijn bol vast. Gebruik ik de bol van Archipeld om de juiste boodschap, de juiste healing mee te sturen in deze video.
Zodanig dat we dat coping mechanisme, die verbonden is met een hele diepe wonde, dat we die op het collectief kunnen healen. Dus niet alleen voor mezelf, niet alleen voor mijn tweelingvlam, niet alleen voor mijn kinderen of mijn familie, maar dus voor het ganse collectief. Zo, ik hoop dat je er allemaal iets aan gehad hebt. Deel gerust onderaan deze video wat dat de dingen zijn waar je tegenaan loopt. Ik sta echt ten dienste van jullie healing en van het collectief. Als je het wat te persoonlijk vindt, stuur me gerust een mailtje, geen probleem. Dan ga ik wel kijken op welke manier dat ik u daar van dienst kan zijn. Zo, dat was het voor deze video. Ik wens je alvast een fantastische dag. Ik weet niet welke video dat morgen zal zijn. Ik laat mij leiden. Ik hoop dat je dat alvast ook doet. En tot in de volgende. Dag, namaste.